Hij was interactief als speler en assistentrainer bij FC Utrecht en kan het hoofdtrainerschap daar nu ook aan toevoegen. Michael Silberbouwer, die een meerjarig contract heeft getekend bij de FC. It feels very good. It's, uh, it's my home abroad, so uh, it feels like coming home. Ja, allereerst zijn we natuurlijk plots overvallen met het vertrek van Henk, wat een enorme impact heeft gemaakt op, op iedereen binnen de club, maar ook op mij. Ik vind het ontzettend jammer dat we, dat we dat hebben moeten afbreken waarmee we bezig waren. We hebben natuurlijk niet voor niks uh, drie jaar getekend uh, met Henk en ja, dat je dan na een half seizoen moet stoppen, niet op sportieve gronden. Dat, uh, ja, dat is gewoon uh, ontzettend jammer. It nice to see everybody again and then there a few uh, people that I need to to get to know. Yeah, there's even one you played with, right? Yes, two actually. Mark and? Ja, yeah, Mike. Hij just got his debut, before I left. Ja, waarom Michael? Het is natuurlijk iemand die bij ons bekend is, die de club kent en wij kennen hem. En ja, hij staat de boek binnen Utrecht als echt een leider, echt een strateg heel ambitieus en gedreven en ik denk dat je dat ook kan zien na zijn voetbalcarrière. Dan heeft hij zichzelf heel bewust heeft hij zich zelf ontwikkeld op eigenlijk allerlei verschillende vlakken binnen het moderne voetbal en uh, ja eigenlijk zichzelf klaargestoomd voor een uh, ja een hoofdtrainerschapklus en uh, ja dat is uiteindelijk is dat bij fc utrecht uh, gaat dat beginnen. We want to be uh, a team that uh... That uh, brings a lot of energy, and, uh, but also can play uh, forward in, uh, on, on the pitch. Uh, so um, live up to the ambitions of the club, which is also my ambitions: is to, uh, to place ourselves so we can go to Europe. Yeah. What do you like the most in this new journey for you, and even a new journey for the club? Well, I, I, I like the atmosphere here in in. in I like the, the ambition. At, uh, at the club. And, and I like that uh, this is a place where we have to do it together. And that's also how we want to do it. We need to, uh, to bring effort every, every one of us. Nu kon de keuze worden gemaakt om voor de korte termijn te kiezen. Een trainer die van de laatste 20 wedstrijden daar het maximale uit moet halen. Maar met een 2,5-jarig contract kiezen we duidelijk voor de lange termijn. Ja, we hebben met name voor de inhoud en het ontwikkelen uh, gekozen. En uh, eh, inderdaad hebben we verschillende scenario's hebben we uitgewerkt, uh, waarin we gekeken hebben van wat, wat kunnen we nu toepassen en wat is het beste voor de club. En ja, we hebben met, met Michael hebben we een scenario gevonden waarin we denken op de korte termijn te kunnen profiteren van zijn inbreng, maar ook zeker uh, hem door te ontwikkelen en ook op de lange termijn uh, daar, daar nog meer uit te halen. Ik denk dat hij veel to show a lot of trust from the club that they, they that they chose to go in this this direction. So uh, I'm very happy with that, but uh, I can promise that uh, this is uh, something that I will go in with the, met mijn whole heart en all my energy. Nou, we hebben eigenlijk sinds dat Michael hier speler is geweest, dan hebben we iedere keer uh, hebben we daarin het contact proberen te houden. Omdat het een, een, ja, een hele interessante persoonlijkheid is. En die heel ambitieus is en die weet wat hij wil. En dat blijkt ook uh, uit de route die hij zelf gevolgd heeft uh, na zijn voetballoopbaan. En uh, we hebben hem toen ook een aantal keren uitgenodigd. En toen de mogelijkheid vorig jaar ontstond om hem binnen de club te halen als assistent trainer, hebben we dat meteen gedaan. Maar ik didn't leave the club to, to leave the club. We left on, on very good terms. Uh, already had signed a, a contract in, uh, in, in, in Denmark. So, in Mitiland. Uh, exactly. Uh, so, um, so, I was, uh, so I left with a very good impression of, of the club, which also made it veel uh, that much easier to, uh, to, uh, to come down. Ik heb er toen alles aan gedaan om hem proberen te houden binnen de club. Alleen hij stond onder contract bij Mitsiland. En ja, die hadden ook uh, plannen met hem. Dus die hebben hem teruggehaald. Yes, we had to find an agreement, but uh, it's a lovely club as well. And, uh, and I alleen and also I only want to thank them voor uh, participating in, uh, in helping me to, uh, to be here now. En in ieder geval kunnen overtuigen. En, en hebben we een oplossing met Micheland uh, gevonden. Dat zij hem uh, deze kans gunden. Ja, en over Micheland gesproken. We hebben er gelijk een uh, scout uit Denemarken bij. <laughs> ja, nee, hij kent uh, het Deense voetbal natuurlijk hartstikke goed. Maar niet alleen het Deense voetbal kan ik je verzekeren. Het is echt een. Uh, ja, en eigenlijk een, zoals je dat wil zeggen, een vakidioot die die ja die die zich gewoon helemaal verdiept in 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 het voetbalspel en en daarin een eigen voetbalvisie heeft. How do you look to to, to the current team and to what extent do you think uh, everybody gonna start from zero? Um, everybody are gonna start uh, from zero. Uh, my expectations are that everybody does everybody to show that they want to play. That everybody, like I said brings een uh, an effort en en dan at the eind there's 11 players die can uh, be put on the on the field but we need de hele squad we need the whole group to be able to be successful hij wil een team dat, dat speelt met het hart eh, vanuit een hele goede organisatie maar wel met een aanvallende mindset en ik denk dat dat elementen zijn die bij ons als club passen en die we graag zien en ja, ik, ik, ik geloof heilig in dat, uh, dat, uh, dat hij een belangrijke rol gaat spelen binnen de komende jaren binnen, binnen de club. Well, pressure is een part of it. Uh, Nerves is maybe, but usually that means that it's something that's important. So I like that. But uh, is a, is a place I like to be, in, so I'm looking very much forward to. It.